De 47-jarige Braziliaan José Modesto is zaterdag overleden door een steekpartij in het goudconcessiegebied Tabuca in het district Broco Pondo. De recherche van regio midden bijgestaan, het regio bijstand team midden en de forensische opsporingsdienst deden de plek aan. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd ter plaatse aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast, de man is neergestoken door de 32-jarige Antonio, S., die ook een Braziliaan is. Verder is naar voren gekomen dat de dader vermoedelijk een relatie had met de vriendin van José Modesto.